Nieuwe namen en bekende spelers zijn verdwenen. Bijl, Roest, De Kok, Van der Ark. En nu hadden ze even balbezit, maar dat zijn ze kwijt. En er is daar een overtreding en een gele kaart. Gele kaart voor die nummer 2, Erik van Kessel. Terecht, te fel inkomen. Simons, overtreding. Een overtreding van Jean-Paul de Jong. En hij krijgt rood, omdat hij een tegenstander vasthield en er geen rugdekking was. En tevreden zo door had kunnen gaan. En er staat inderdaad rood op. Luiten houdt zich aan de regels. En Jean-Paul de Jong kan het veld verlaten. Het gebeurt allemaal in de 53ste minuut. Van Roon. Gevaarlijk spel, gemeen spel eigenlijk. Ja, ja. Van Vierklauw. En rood voor Ferdi Vierklauw. Vier terecht, hoor. En ik moet zeggen, ik vind het terecht. Kijk je nog maar eens even in de herhaling. Dat was een gemene overtreding op de enkels van je tegenstander. En Luiten wenst niet te marchanderen en geeft rood. En nu gaat het erom dat die overgebleven Utrecht-spelers zich blijven beheersen. Anders wordt het een ellende voor FC Utrecht. Weer op en zo wint Telstar met 2-0. Een wedstrijd met twee gezichten, want in de eerste helft was FC Utrecht zeker dominerend, maar kwam niet tot scoren. Daarna werd het allemaal sensationeel. Met twee goals van Van Roon en een groot aantal kaarten uitgedeeld door Luiten. En die waren praktisch allemaal terecht. Fortus, het zekere voor het onzekere. Want kijk maar, dit gebeurde er. De spelers en het arbitrale trio mochten niet meteen naar de kleedkamers en moesten op het veld maar even wachten. Want tijdens de wedstrijd hadden aanhangers van Utrecht delen van de houten tribune van het veld gegooid. Na de wedstrijd gebeurde er echter niets meer. De politie verrichtte, zoals het zo mooi heet, één aanhouding.